Ik heb serieus nog nooit zo'n grote rietvoren in mijn leven gevangen. Dat klopt. 15 kilo 618. Ja, ja, Team Holland heeft gewonnen. Yay! Dag lieve YouTube-vrienden, wat leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Ja, ik ben aan het Noord-Hollandskanaal in Landsmeer en we gaan in Interland vissen tegen de Duitse meiden. Vorig jaar waren we in Duitsland, nu in Nederland. We wisselen altijd ieder jaar een beetje om. Vorig jaar hebben we echt giga veel vis gevangen in Duitsland. En ja, gisteren hebben wij hier een eerste trainingsdag gehad. De visserij was mooi, het was moeizaam. En waar dat komt, weten we nog steeds niet. Maar twee wedstrijden vandaag. Vandaag de eerste dag, morgen de tweede dag. Ik heb er veel zin in. Ja, als je natuurlijk gaat vissen, heb je natuurlijk een hengel nodig. En ik heb een hengel met heel veel toppen. En ik heb heel veel toppen klaarleggen omdat ik op 3 verschillende afstanden ga vissen. Kort, tussenafstand en 11,5 meter. Dus voor de lange hengel heb ik 1, 2, 3, 4, 5 toppen klaarleggen. Van 0,8 tot en met 3 gram. De tussenlijn heb ik 0,8 en 1,25 klaarleggen. En kort heb ik een gram klaarleggen. En zoals jullie zien heb ik allemaal hele mooie tapejes op mijn hengel. Ik heb daar de waterdiepte mee gemarkeerd. En dit is trouwens iets nieuws. Dit is de poltape. Guru poltape. Die als goed is al in het assortiment is. Dus doe je er voordeel mee. Het is gewoon een tapeje. Die kan je gewoon heel simpel om je hengel heen doen. Dus je hoeft niet meer met stift op je hengel te tekenen. Dan heb je, ja, dan heb je geen kleurplaat meer, om zo te zeggen. Het aas wat we gebruiken is als volgt. We gebruiken haakver, muggenlarven. En we vissen met grote muggenlarven aan de haak en kleine muggenlarven door het voor. Dode pinken, hennep, kasters, mestspieren, wormen. En ik heb, zoals jullie zien, hier altijd een paar kastertjes liggen. Dit doe ik eigenlijk altijd. Deze kasters die kleuren nog wat donkerder en die krijgen een hele harde korst. Mocht je een keertje misslaan, dan kan je hem altijd nog een keertje laten zakken. En dan kan je altijd nog een vis vangen met die kasten. Ja, en ik heb een heel mooi duimpje. Want mijn nagel is een beetje los en kapot. En anders komt er vuil onder te zitten. Dus ik heb een heel mooi blauw duimpje die jullie trouwens ook hieronder in de vlog moeten geven. Kijk, als je natuurlijk een vis wilt vangen, zal je ook moeten voeren met lokvoer en met aas. We met de ploeg hebben we een plannetje bedacht. En die voeren we dan uit. En we doen ook alles met potjes en dingetjes uitmeten met hoeveel aas ze erin doen. En ja, ik ga dat even maken, want over 20 minuten moeten we aanvoeren. We hebben sowieso kleine muggenlarven, die de vissen heel erg lekker vinden. Dus dat doen we door het voer. En door het voer doen we ook nog pinken, kasters en geknipte pieren. En eigenlijk is vissen gewoon net kokkerellen. En jullie vragen je misschien af waarom doet Anja die pier in een zeefje. Kijk, als je drukt, komt er allemaal vocht uitlopen. En dat kan natuurlijk invloed hebben op de vochtigheid van je voer. Dus probeer daar ook altijd even rekening mee te houden. Ja, we mogen bijna van start. Over een minuutje mogen we voeren. Dat is een mooie toeter, jongen. Ja, die is goed. Wow. Nog een kleine tip, je voert altijd eerst op de afstand waar je gaat vissen. Dus ik ben lang begonnen met voeren en dan ga ik zo meteen ook starten. Doe er je voordeel mee. Was het een leuke dag, meiden? Ja hoor, zeker. Ja? Hoeveel hadden jullie? 2 kilo. 2 kilo. Daphne? 3 kilo 100. 1 kilo 8. 1 kilo 8. Ja, Landsmeer is niet zoals we gehoopt hadden eigenlijk. Want 2 weken terug hebben we ons echt helemaal klem gevangen. Er is iets waardoor de visserij gewoon een stuk moeilijker is. Maar wat? Ja, straks gaan we de punten bij elkaar optellen. En dan weten we of we eerst of tweede staan met de ploeg. Even afwachten. Zo,
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is vandaag namelijk de tweede wedstrijddag. De uitslag is trouwens ook bekend. We staan 2 punten voor op de Duitse meiden. Dus het gaat er nog om hangen vandaag. Dus het gaat echt heel spannend worden. Hi schat. Ik word weer een filmster. Ja, je wordt weer een filmster. Sjors is er vandaag bij, dus die kan hopelijk wat meer beelden vandaag schieten. En misschien nog wel een vraag tussendoor stellen. En ga ik ze vangen vandaag? Sowieso. Ja? Ja. Nou, we zullen het zien. 8,5 kilo. 8,5 kilo. Ja, want dit stukje parcours was eigenlijk heel anders dan gisteren daarvoor aan. Vooraan ging het eigenlijk alleen maar om blikken en platten. En dit stuk ging gisteren alleen maar om vorentjes. Dus totaal andere visserij. Dus we zullen zien wat het gaat brengen. Wat denk jij, vorens of platten? Platten. Platten. Ik denk vorens. Vorens zijn weg. Nou, ik kan dus gewoon lekker een dagje kijken. En nu heb ik de taak op mij gekregen om te vloggen. Anja, ben je er klaar voor? Altijd. Ga je winnen vandaag? Nou, het gaat erom dat we met het team winnen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, oké. Dat klopt. Serieus? Serieus? Anja, ja? Wat is het verhaal van deze halve klauw? Het is een krabbenschaartje. Ja, dat heeft met jou te maken, hè? Jij vond die in Frankrijk met een training, volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja, en ja, die ligt nog steeds in mijn kist. Daar kan ik geen afscheid van nemen. Mooi souvenirtje van het WK Dames. Dan doe ik hem ook maar terug, hè? Ja, dat is het. Deze heeft gewoon voor de overwinning gezorgd. Ja, dat denk ik wel. Hij bracht geluk. Check deze voren. Dit is echt een knoeper, die weegt zeker een kilo. Dat is echt niet normaal. Een dikke rietruts en een dikke rut. Anja, wat doen? Ja. Vertel eens hoe het gaat. Ik kan natuurlijk een giga weg. Rietvoren en een giga rut. En ik vang net op de lange hengel 2 dikke vissen. Zou je dan mijn eerste, denk je? Dat denk ik wel, ja. Ik denk het ook wel, ja. Dus het gaat wel goed op zich. Ja, ik ben tevreden. Nou, ik ook. Kom eens. Het is vies. Overal zit het. Wat een stijl. Blikkie, blikkie, blikkie. 15 kilo, 618. Oh, lekker dan. Wow, bijna een voren van een kilo. En een rietvoren van een centimeter of 30. Dit zijn echt prachtige vissen, niet normaal. Ja, ik had 15 kilo. Dan win ik mijn vakje mee. En ik hoop dat we met de ploeg ook winnen. We zullen zien. Ik ga deze in ieder geval terugzetten. Ja, ja. Team Holland heeft gewonnen. Yay! En dan die Siegering is de... Ik geloof voor ze een... Ook voor ze een ganz spezielles jaar, weil... Het is ongelooflijk wat ze alles gemaakt had dieses jaar. Mit 3 punten und einem insgesamt Gewicht von 21 Kilo 277 Gramm ein Jahr groß. Oh, noch Papa auch? Ja,
und ein Totalgewicht von 94 Kilo 172 Gramm Gewicht-Holland. Ja, lieve kijkers, het is voor mij tijd om naar huis te gaan. We winnen met de ploeg. Individueel win ik het potje. De visserij was lastig, maar goed, dat neemt niet weg dat het wel heel interessant was. Ja, als je deze vlog leuk vond, dan weet je wat je moet doen. Je weet ook wat je moet doen als je nog niet geabonneerd bent. En ik wens jou de volgende keer een hele goede visvangst. Doeg, doeg!